behoorlijk handig. Almazjani zit er daar even tussen. Van de Perre. Goeie cross, goeie cross. John is op weg naar de 1-0. Dat moet hem worden. John, jawel! Daar is hij dan toch. Kelvin John opent de score. Nu mocht hij wel voor eigen succes gaan. Kelvin John, en kijk eens bij naar de vreugde bij de jonkies van Genk. En ze hebben het verdiend. Ging nu voor eigen succes. Hier gaan we dat zien. Het is Carretzas, denk ik, met de paas. En dan hier Kelvin John. Die schuift hem onder Boruis. Carretzas, wat een geweldig splijtende paas. En dan verwachten we het ook veel nieuwe namen. Boegeroep weer klinkt vanuit het Beverspionvak. Maar nu opletten, want daar is de fout naar de rode kaart. Ja, oh la 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 la. Gaat er even aanhangen. En dan heeft hij prijs, denk ik. Jawel, daar komt ze. Brett Mongel. Ai, 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 ai. Ja, hier gaan we het nog eens zien. Werd recht op snelheid afgelopen door Kieré Mateng. En dan haalt hij hem neer. Hier gaan we het beter zien. Kieré Mateng is gewoon sneller. En dan gaat hij eraan hangen en laat hij wel wat zijn been hangen. De tweede helft. Geusjes gaat dus een bal voor doel gooien. De zoveelste al. Daar komt hij. Oh, Elmaziani zit weg. Daar komt nog een bal. Blijft hangen tegen de paal. Oh la la la, Filipovic. Oh la 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 la. Beveren. Die moeten afdruipen. En verliezen de eerste wedstrijd van het seizoen. Net dus als vorig jaar. En mist dus zijn competitiestart.